De route naar de vlag, als hij het schip opkomt. Het is een grote dag voor Martin van Leeuwen. Hij mag dan 87 zijn. Met het grootste gemak daalt de oud-marineman af in de Bruinvis in de haven van Den Helder. Ja, hier zitten we. Dit is de ja. Naar boven, naar de brug. U kijkt uw ogen uit? Ja, absoluut. Maar ja, je verwacht het natuurlijk niet zomaar direct als je zo'n kaartje invult. Je blijft natuurlijk altijd, je hart trekt naar datgene wat je altijd graag gedaan hebt. Jarenlang was Van Leeuwen op missie met de marine, maar nog nooit is hij in een duikboot geweest. Ik heb altijd op een varend schip gezeten. Dus de mijnenveger en dan de luchtverdedigingskruiser, Oceaan Mijnenveger. En hoe is het weer om weer even in Den Helder terug te zijn? Ja, fantastisch. Ja, het gaat open als je die schepen ziet en het hele entourage daarvan. De 10-jarige Liam heeft zich flink ingezet om deze dag mogelijk te maken voor zijn oude vriend. En natuurlijk mocht hij mee aan boord. Oh Liam, wat heb je nu gedaan? Een torpedo afgevuurd. Echt? Ja. Hoe vind je dat meneer Van Leeuwen zo geniet? Heel fijn, want het is misschien wel de leukste dag uit je leven. De bemanning die heeft het ook niet breed. Enorm. Prachtig om te zien. En is uw wens nu in vervulling gegaan? Ja. Ik vind het zo fijn dat deze dag zo mee te maken. Ja, zo en dan omdraaien. Zo, nu ja. De munt van u. Ja. Tot ziens.